Dutje is onze beste vriend als we even geen bochten kunnen maken. Bijvoorbeeld als het veel te druk is op de piste of als de piste gewoon simpelweg te moeilijk is. Het is dus onze redder in nood. Maar hoe moet je nou Roetje? Staan we stil op een helling, dan staan we dwars op de helling en dan zijn onze skis gekant. Maar tijdens het roetje willen we juist graag gaan glijden. En deze actie komt vanuit mijn enkels, knieën en de heupen. En dan kan ik mijn skis vlak stellen. Door je skis te kanten kom je weer stil te staan op de helling. Let er wel op dat je in de juiste houding blijft staan. En blijf naar het dal kijken, want kijk ik naar de berg, dan zal je merken dat de achterkanten van de skis naar het dal draaien en dat wil je echt niet. Roetje kan lastig zijn als er te veel sneeuw op de helling ligt of als de helling te vlak ligt. Hou er rekening mee als je het roetje gaat oefenen. En heb je het roetje onder controle, dan kan je echt overal naar beneden komen.